Benthuizen is trots op zijn vernieuwde winkelcentrum. 7 maanden lang lag het dorpshart overhoop voor de grootscheepse renovatie. Het kostte 2,5 miljoen euro, grotendeels betaald door de winkeliers. Van het oude winkelcentrum De Korf is weinig over. Bijna alle winkels, gebouwd in de vorm van een honingraad, zijn verdwenen. Het nieuwe deel van het winkelcentrum is opgetrokken uit rode bakstenen, alles naar wens van de buren. De muur is heel mooi, ze hebben mooie stenen gebruikt, het is mooi afgewerkt. Alleen moeten nog even een paar dingen ingevuld worden om het helemaal af te maken. Maar verder hebben ze het aardig gedaan. Het Prins Willem-Alexanderplein, zoals het winkelcentrum nu heet, heeft een supermarkt, een bloemist en een doe-het-zelf-winkel met gereedschap en speelgoed. In het oude deel zitten nog een cafetaria en een café. Sinds de verbouwing is er meer ruimte om te parkeren. De schutting is gekozen door de buurt. De eigenaar van de supermarkt houdt nu eenmaal van inspraak voor omwonenden. Zij kijken ernaar en wij zitten alleen maar in het pand. Dus voor hun is dat veel belangrijker. En iets anders wat heel belangrijk was, bijvoorbeeld het laden lossen. Hoe hebben jullie dat verbeterd? Ja, het laden lossen was echt een groot drama. Daar hadden we ook echt gewoon grote problemen mee. Wij als supermarkt liepen bijvoorbeeld iedere dag met de vrachtwagens mee om te zorgen voor een veilige lossituatie. Nou, dan kwam hier een grote vrachtwagen de straat in rijden, achteruit meestal. En dan bleef hij hier staan, soms een half uur lang. En dan kon je hier niet meer in of uit, want er staan hier over palen. Met de auto kon je niet weg. En dat was voor ons een heel nadeel. Door het laden en lossen naar de voorkant te halen is het veiliger geworden. De vrachtwagen hoeft niet meer achteruit een nauwe straat in en kan eenvoudig zijn weg vervolgen. De meeste inwoners zijn trots op het nieuwe winkelcentrum. Ik vind het een vooruitgang, ja. Voor het hele dorp? Ja, voor het hele dorp. Dit is wel mooi geworden, maar voor de rest heb je hier weinig. Wat is er allemaal verdwenen dan? De slager, de bank. En voor huishoudelijke artikelen moeten we ook wel ergens anders naartoe. Dus uiteindelijk ben je gewoon op Zoetermeer aangewezen. Volgens de supermarkteigenaar heeft het verdwijnen van de slager verderop in het dorp niets met de renovatie te maken. En het vertrek van Pim de Veld is ondervangen door zijn assortiment over te nemen. Kaarten en tijdschriften in de supermarkt, naai en meer schoonmaakartikelen in de Heidra. Uiteindelijk creëer je daar weer een leefbaar dorp van. En dat is echt voor mij mijn lust en mijn leven. Dat is gewoon genieten. Niet alleen het winkelcentrum, maar ook het hele dorp Benthuizen. Ja, absoluut. Ja, het hele dorp flirt gewoon echt ontzettend op. En je ziet gewoon dat er weer bedrijvigheid is. En dat is gewoon prachtig om te zien.